Ja, er is veel beweging in de wereld van de pensioenen en pensioenland. En mijn indruk is dat de materie heel erg complex is en dat de regievoering eigenlijk niet centraal is. Het wordt heel erg sterk gelegd op de politiek, maar de pensioenwereld zelf is een beetje uit beeld. Nou, voor het pensioencontract is op het ogenblik in discussie het nominale contract en het reële contract. En het reële contract dat gaat uit dat je de prijsstijging compenseert in de uitkeringen. En het nominale contract dat is een contract wat mogelijkerwijs enige prijscompensatie of indexering kan geven, maar onzekerder is. Het probleem van beide contractsvormen is dat het voor de deelnemers heel moeilijk uit te leggen is wat voor type pensioen zij in de toekomst krijgen. En dat is toch wel een belangrijk onderdeel voor het herstel van vertrouwen bij de deelnemers over hun pensioen. Het reële contract heeft daarbij nog als extra moeilijkheid dat het ogenschijnlijk wel een interessant contract lijkt, want het gaat uit van waardevastheid, omdat de prijsstijging daarin verdisconteerd wordt. Maar als ik naar de pensioenbalans kijk, dan wil je die verplichtingen die je hebt in het pensioenfonds, die wil je ook terugvinden in je beleggingen aan de beleggingskant van de balans. En de verplichtingen van een reëel contract, die kunnen heel moeilijk in de financiële markten worden gehaald. Dat noemen we inflatie-hedging, rente-hedging. Inflatieproducten zijn er onvoldoende en dat maakt zo'n contract heel moeilijk voor een pensioenfonds. En in zekere zin betekent dit contract dat het daardoor meer belooft dan een pensioenfonds eigenlijk waar kan maken. Daarbij komt dat dit soort contracten ook in de uitvoeringssfeer best heel lastig zijn voor een pensioenfonds. Het maakt het administratief heel moeilijk. Ja, en het betekent in feite dat het niet echt toekomstvast is. En dat Daar zoeken we in de pensioenwereld toch wel naar. Je moet een toekomstvast contract maken, want als dat niet lukt, ja, dan zitten we over 5 jaar weer met hetzelfde probleem. Dus de vraag is veel meer, moeten we toch nog eens een keer opnieuw naar die tekentafel om een toekomstvast contract te maken, waarbij we ook een aantal randvoorwaarden van tevoren al vaststellen en het niet alleen in de techniek zoeken. Want de techniek lijkt zo mooi, maar het moet ook realiseerbaar zijn. Uiteindelijk moet het een faire uitkomst zijn waar alle deelnemers zich in kunnen vinden. Maar een fair systeem betekent op dit moment een hele lage rente, terwijl het voor pensioenfondsen veel fijner zou rekenen als die rente wat hoger is. Ja, maar een rekenrente is een afspiegeling van een financiële markt. En de financiële markten die zijn op het ogenblik inderdaad geconfronteerd met een groot probleem, namelijk de deleverage. Er moeten grote schulden teruggefinancierd worden. En het probleem van de financiële markten, dat weerspiegelt zich dan in de lage rente. Centrale banken hebben die rente naar beneden gebracht. En nu hebben weliswaar de pensioenfondsen de afgelopen jaren geweldige rendementen gemaakt. Enerzijds doordat die rente verder naar beneden ging, waardoor je zeg maar grote koerswinsten op je vastrentende producten kreeg. Maar die vastrentende producten, dat gaat straks de andere kant op. Want die rente gaat ooit weer omhoog. Wanneer, weten we niet. Is ook sterk, zeg maar, door centrale bankbeleid bepaald, maar ook soms door de politiek. Maar dat die ooit omhoog gaat, dat weten we. En als die rente weer omhoog gaat, dan gaat die koerswinst die we in het verleden kregen, gaat er dan weer vanaf. En dus iedereen die roept van ja, die pensioenfondsen hebben dit soort mooie rendementen gemaakt, die vergeten dan dat het in de toekomst wel eens heel anders kan zijn. He, dus historisch rendement is niet een waarborg dat het in de toekomst ook zo gaat. En daarbij moet ik ook bij zeggen dat de financiële crisis met de deleverage en de schuldenafbouw eerlijk gezegd een lagere economische groei voor de toekomst voorspelt. Want we hebben de afgelopen 10, 15 jaar veel schulden opgebouwd. Daar is veel economische groei uit voortgekomen. Die raken we nu kwijt, want we kunnen niet die extra schulden meer opbouwen. Sterker nog, we moeten schulden afbouwen. Dat heeft een negatief effect op de economische groei van pak een beet een 3/4 procentpunt per jaar in reële groei. Dus dat betekent ook dat de rendementen op de zakelijke waarde, zoals aandelen,
niet zo extreem hoog zijn zoals we dat in het verleden hebben meegemaakt. Dus dat betekent ook nog een drukkend effect op de rendementen. Dus met al dit soort zaken moet je rekening houden. En dan is zeg maar die marktrente die we nu gebruiken voor de verdiscontering van de verplichtingen, is zo slecht nog niet.